Eventjes aan u voor. Ik begin hier aan mijn linkerkant. En de eerste die daar zit, dat is een choreograaf. Hij is ook model, hij is ook danser. Hij is ook modellencoach, want hij begeleidt namelijk de Miss in Nederland. Ik vertelde er straks al dat er op 11 januari ook 15 Nederlandse meisjes verkozen worden om het gaan op te nemen tegen die 15 Belgische meisjes. Wel, de man die ervoor zorgt dat ze daar op dat podium staan, dat ze het allemaal goed kunnen en zich mooi presenteren, dat is ons eerste jurylid, Marvin Haar. En natuurlijk de organisatie vanavond, die ligt in handen van Models Inc. International. Maar Models Inc. International heeft ook een tak in Nederland. En deze dame die is verantwoordelijk voor heel die verkiezing daar in Nederland. Maar daarnaast is zij ook licentiehoudster van de Miss Asian Global en ook de organisatrice van de Miss Polo Europe. Dames en heren, Rachel Minkhorst. Rachel Minkhorst. En dan de volgende dame, die stond niet hier op het podium, maar die stond in Nederland op het podium. En dan vorig jaar op de finale natuurlijk. En dan was het heel spannend, want op het laatste moment gaat het dan tussen België en Nederland. En wie gaat dan naar huis met de titel van Miss Limburg Internationaal? Dat was jammer genoeg niet voor haar, maar zij kreeg die mooie titel van Miss Limburg Nederland. En dat is natuurlijk Laura Hermans. En daarnaast is Laura ook nog Miss Polo International Europe 2019. Goedemiddag, Laura. En dan onze volgende Miss, die... Ik was hier donderdagavond ook al, dames en heren. En ik heb er hier twee... De tweede die komt er zo dadelijk aan. Ik heb er hier twee ook heel hard zien werken. Ze mogen dan wel vandaag een kroontje op hebben, maar ik ben er zeker van dat ze al heel hard gewerkt hebben. Maar ze stond hier ook op het podium vorig jaar bij de verkiezing van Miss Mannequin 2019. En zij ging aan de haal met die titel. En sindsdien helpt zij ook bij Models Inc. om de meisjes klaar te stomen voor deze finale. En dan heb ik het over Tatiana Castronova, Miss Mannequin 2019. En een miss die moet natuurlijk ook in de krant kunnen interviews geven, die moet daar goed staan. En iemand die daar alles van af weet, hij is freelance journalist, dames en heren, David Stulens. En dan ga ik helemaal naar mijn rechterkant hier, want we hebben er straks al verteld dat er een aantal dames en meisjes gekleed worden door XL Mode. En de dame van XL Mode die ken ik ook al heel wat jaren en die zit hier vanavond in de jury. Ze is verantwoordelijk voor de XL Mode wetel, zowel in Hasselt als in Scherpenheuvel. En ze heeft haar vriend Dennis meegebracht. Geef ze daarvoor een applaus, Cathy Frederiks en Dennis van XL Mode. En de dame die daarnaast zit, die stond hier ook vorig jaar op het podium. Zij deed ook mee aan de verkiezing, maar niet zomaar een verkiezing. En ze is het levende bewijs dat je niet per se het maatje 36 moet hebben om het te maken in de modellenwereld. Want zij werd vorig jaar verkozen tot Miss Curvy Mannequin International 2019. En dan is het voor haar als een trein gegaan. Zij is ondertussen ook het gezicht geworden van XL Mode, maar ook van merken zoals Yesta en dergelijke. Voor Alicia bijvoorbeeld heeft zij ook al model gestaan. Dames en heren, Maxime Larmand. En een kleine kanttekening, ik mag dat zeggen, dat is mijn dochter. Maar papa mag ook vier zijn. Vorig jaar deed hij mee, dat was in mei, dacht ik, ergens april, mei, aan de verkiezing van Mr. Limburg Internationaal. Want natuurlijk, naast Miss Limburg is er ook een Mr. Limburg Internationaal. En hij ging aan de haal met die titel Mr. Limburg Internationaal 2019, Jacinto. En als volgende jurylid, ik vind het altijd grappig om ze in het oog te houden, terwijl dat de meisjes hier op de catwalk, want dan zitten jullie zien dat vaak, maar dan zitten ze daar zo van, lachen, rustig, wat sneller.
Want ze heeft ook heel hard gewerkt om de meisjes klaar te stomen voor vanavond. Vorig jaar stond zij hier, was ze een van de finalisten. Maar toen op de grote finale ging zij aan de haal met de titel van Miss Limburg Internationaal. En dan ging zij nog naar een internationale verkiezing. En daar werd zij Miss Elite Beauty Queen 2019. Isha Frederiks. En dan onze volgende mister, u ziet het, hij heeft ook een lint aan, maar hij heeft geen papieren voor zich liggen, want hij mag geen punten geven vanavond. Maar hij moet erop toekijken dat alles wat eerlijk verloopt en hij mag straks ook samen met de voorzitter alle punten gaan tellen. Dames en heren, Mister Limburg Internationaal 2018, Jeremy Martens. En u zou denken van, ik heb iedereen gehad. Nee, ik heb nog een heel belangrijk iemand tot het laatste gehouden. Want ik wil ze toch eventjes allebei in de bloemen zetten. Want zij zit daar wel als voorzitter vanavond. Maar hij staat er altijd achter de camera te filmen en te doen. Dames en heren, dit is Johan Baldewijs van www.welovemisses.be. En zij volgen altijd al onze misverkiezingen op de voet. Dus als je straks naar foto's of filmpjes wil zien van de verkiezingen, dan kan je die terugvinden op www.welovemisses.be. Maar natuurlijk, hij staat daar achter zijn camera, dus hij kan niet zelf in de jury zitten. En sinds kort is hij getrouwd. Ja, nog niet zo lang, een paar weken eigenlijk, nog maar maanden ondertussen. Oh, ja, de tijd vliegt. Met een fantastische dame die hier vanavond de voorzitter van de jury mag zijn. Dames en heren, Paula Korvers. Zo, niemand vergeten, ik heb alle juryleden gehad. Dan gaan we verder.